Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. Staatssecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was dinsdag in Leeuwarden om in gesprek te gaan over kinderen en armoede. Samen met de Nationale Kinderombudsman Mark Dullaert bezocht zij OBS Oud-Oost en de Plataanschool. Gemeenten hebben in 2013 van staatssecretaris Kleinsma extra geld ontvangen voor intensivering van schuldhulpverlening en het terugdringen van armoede bij kinderen, de Kleinsma-middelen. Daarnaast heeft de kinderombudsman in 2013 het rapport Kinderen in armoede uitgebracht. Een van de aanbevelingen daaruit is voor gemeenten om te starten met een kindpakket. Kleinsma wilde met eigen ogen zien hoe dit kindpakket wordt besteed. De staatssecretaris op bezoek in een wijk, veel besproken wijk. Ja, in Hechtrup-Schieringen. We zaten zo net bij een groep kinderen en die noemde één negatief ding, is dat er zo vaak negatief over Hechtrup-Schieringen wordt gesproken. Maar dit is ook een wijk waar veel jongeren opgroeien bij ouders met weinig inkomen. Dus de staatssecretaris wilde vooral hier ook kijken van wat doet de gemeente daaraan. Wat gaat Leeuwarden concreet doen? Nou, we hebben een kindpakket. Dat zijn allerlei voorzieningen waar kinderen gebruik van kunnen maken. Omdat ze materialen moeten hebben voor op school. Of omdat ze willen voetballen, maar het lidmaatschap niet kunnen betalen. Nou, dat zit allemaal in dat pakket. En daar kunnen ouders een aanvraag doen. Daar kunnen leraren een aanvraag doen. Zodat we de jongeren kunnen helpen. Die gaat ook regelen dat de kinderdijkraad naar Den Haag zou komen, hè? Gezellig. Leuk. Ja. Nou, super. Nou, dat is helemaal mooi. Je gaat ook een film maken, toch? Ja, we gaan hier een filmpje van maken. Ja. Want kunnen gemeentes zelf invulling geven aan deze regeling? Gemeenten kunnen zelf invulling geven aan het kindpakket. Want bijvoorbeeld de problematiek in Rotterdam-Charloos, een wijk, is anders dan hier. Bijvoorbeeld de wijk waar we nu staan, hier in Leeuwarden. Maar de basis is dat kinderen mee kunnen doen in het normale leven. En wat is mee kunnen doen, is dat je mee kunt op een schoolreisje. Dat er schoolmaterialen zijn. Dat als jij een nieuwe winterjas nodig hebt, dat daar mogelijkheden voor zijn. Of een paar nieuwe schoenen. Dingen die kinderen direct ten goede komen. U maakt een tour samen met staatssecretaris langs meerdere gemeentes. Ik krijg de indruk dat u op deze regeling dat u daar behoorlijk de vinger aan de pols mee houdt. Nou, ik ben heel erg blij dat de staatssecretaris namens het kabinet het kindpakket omarmt. Daar ben ik als kinderombudsman heel erg tevreden over. En in die zin is het uniek dat we met z'n tweeën optrekken. Want een ombudsman is eigenlijk altijd degene die toch een beetje de spiegel voor houdt en waar het schuurt. En we blijken ook heel goed samen te kunnen werken. Want ik mag me ook een beetje met het wijkcentrum bemoeien. Dus als jullie echt een mooi plan hebben, dan help ik graag. Kindpakketten. Die heeft u in het leven geroepen omdat u zag van de armoede onder kinderen is groot? Ja, we hebben gezien dat in Nederland er natuurlijk toch gezinnen zijn waar gewoon weinig geld is. En dan is het moeilijk om je kind alles mee te geven wat een kind zoal nodig heeft om op te groeien. Dus het is een goed idee als gemeenten kindpakketten aanbieden voor ouders die dat echt nodig hebben. Want voor uw regeling waren er heel veel minima-regelings, zowel voor volwassenen als kinderen. Alleen, de invulling daarvan was heel ingewikkeld. Dat heel veel mensen zeiden, ook in deze week, van laat maar. Ja, en nu wordt het veel, ik zou maar zeggen, veel praktischer. Omdat, weet je, een kind, dat kunnen u en ik ook verzinnen. Een kind heeft natuurlijk bepaalde dingen nodig om groot te kunnen worden. Een dikke winterjas is altijd fijn. Goede schoenen. Maar soms ook, als je dat voor school nodig hebt, een iPad of een sportclub waar je de contributie of het shirtje niet van kan betalen. Nou, dat soort dingen is gewoon heel praktisch, maar dat hoort in zo'n kindpakket thuis. Ja. U laat wel de gemeentes vrij hoe ze dat kindpakket invullen. U bent niet gekomen met regels van daar en daar moet het voor gebruikt worden, sport, noem maar op. Nou ja. Kijk, er zitten natuurlijk in Nederland wel veel dezelfde dingen in alle kindpakketten. Maar ik vind het helemaal niet verkeerd dat gemeentebestuurders daar ook hun eigen ideeën op loslaten. En de kinderen ook goed beluisteren. Want dat vind ik zo mooi hier in Leeuwarden. Ik ben nou samen met de kinderombudsman op bezoek geweest bij twee openbare basisscholen. En daar hebben de kinderen mij ook verteld wat belangrijk is in een kinderleven. Ja, dat moet je dus als wethouder ook dan oppikken. En de wethouder was er ook bij. Ja.